Hallo en welkom. Wat leuk dat je erbij bent op deze Vraagbaak Vrijdag. Het moment dat ik vragen en onderwerpen van jullie beantwoord. Dus als jij een onderwerp hebt waarvan je denkt van nou, daar zou ik het nou eens over willen hebben, of hier zou een vraag waar je nou een antwoord op hebt, laat het me weten. Dat kan door hier onder je commentaar te plaatsen of door mij een e-mail te sturen, een chatbericht, wat het ook is. Leef je uit, je weet me te bereiken. En wees niet teleurgesteld als ik niet meteen jouw vraag of jouw onderwerp beantwoord. Ik probeer alle onderwerpen en alle dingen uiteindelijk te behandelen. Dus misschien is het niet meteen, maar zeker komt jouw onderwerp of jouw vraag een keer aan bod. Goed. Dat gezegd hebbende, deze keer gaan we het hebben over je energie beschermen. Daar kreeg ik heel wat vragen, nou heel wat, een aantal vragen over. Dus hè, hoe je je energie kan beschermen. Dus daar gaan we nu iets aan doen. Oké, want wat er kan gebeuren is dat je soms te open kan staan. En te open, dat bedoel ik niet meteen dat je je hele energiesysteem alleen maar aan het zuigen is. Nee, vaak is het veel subtieler dat er kleine openingen zijn, waardoor energie van anderen naar binnen kan glippen, of waardoor jij energie overneemt van andere mensen. Of dat je een beetje energie lekt, om maar zo te zeggen. Ja, dat kan zijn dat er wat zwakke plekken in jouw aura zitten, of dat er bepaalde dingen zijn, thema's, pijnplekken, waardoor anderen jou zo, waardoor je het naar binnen laat komen. Dus het gaat om energieën van anderen die naar binnen komen en die van jou die naar buiten lekt. Voorbeeld. Je kunt dus hebben dat als er iemand bij je komt, dat je het gevoel hebt dat je een beetje wordt leeggezogen. Dus voel je helemaal goed en er komt iemand naast je zitten en ineens voel je gewoon helemaal dat eigenlijk al je energie helemaal wegloopt, dat je gewoon jouw energie niet meer hebt. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Of je wordt moe ervan. Maar het kan ook zijn dat je de energie van iemand overneemt. Dus je bent helemaal vrolijk, helemaal happy, en dan belt een vriendin je op. En die is heel emotioneel, uit met een relatie of wat dan ook. Of in ieder geval heeft iets meegemaakt. En die moet het kwijt. En dat vertelt ze aan jou. En daarna zegt ze, lekker, ik ben het kwijt. Ja. En jij daarna denkt van, wacht eens even. Nou, pik het. Nou zit het bij mij. Jij voelt je een beetje naar. Ik weet niet of je dat wel eens gehad hebt. Nou, ik regelmatig. Of het kan ook zijn dat je dat er iemand naast je komt zitten en je krijgt ineens zo'n hoofdpijn. Of wat het ook is. Een beetje misselijk. En dan kan het dus ook zijn dat het helemaal niet jouw hoofdpijn is, maar van de ander. Wat mij vroeger ook heel vaak overkwam, en ik voel het nog steeds wel, maar ik neem het niet meer op.
Bijvoorbeeld als je een ruimte inkomt waar energie is blijven hangen. Ja, dat, ja, als er bijvoorbeeld net een paar mensen vreselijke ruzie hebben lopen maken. Kan je dat dus voelen? En overnemen soms, dat je, ja, dat je die energie gewoon, ja, opneemt in je. Hè, flinke huilbui gehad, nou, de energie blijft hangen. Dan hebben we nog een categorie van ja, dat er wezens zijn die rondzweven zonder lichaam, die het niet zo goed met ons voor hebben. Die ons een beetje, ja, ja, ik wil het geen, ja, niet al te, ja, donker maken. Maar het zijn gewoon, ja, het voelt voor mij vaak als van die, ja, strontvliegen, zeg maar. Energetische strontvliegen die rondvliegen en die, ja, onze energie, ja, wel lekker vinden en daarvan willen knabbelen of, ja, dat leeg willen zuigen of onze energie willen beïnvloeden. Dus zeg nee tegen strontvliegen. Nou ja, goed. Je weet, je snapt wat ik bedoel, hoop ik. En anders dan zet je er maar een comment onder en dan hebben we het misschien volgende week wat uitgebreider over strontvliegen. Goed, ja, dus dat zijn allemaal dingen die je energie kunnen beïnvloeden. En waar je dus, ja, als je vrij open staat, wat je dan, ja, in je op kunt nemen of juist energie aan verliest. Oh, trouwens, dus nog één voordat ik het vergeet. Als je een nachtmerrie hebt gehad. Als je dan, of als ik dan wakker word, dan kan het soms zo zijn dat er nog zo'n akelige energie hangt. Dan is die energie uit die nachtmerrie, die is dan een beetje blijven hangen. Zo in de kamer. En dat is, ja, dat overkomt me ook nog steeds wel eens. En dan, en met al deze situaties, kun je de techniek die we nu gaan gebruiken, kun je toepassen. En ja, ik ga het nu een beetje heel in het algemeen gaan we toepassen. Zodat je er zelf mee aan de slag kan. Als je er meer over wil weten, hè, dit is een van de technieken die we in de opleiding Pleiadisch Lichtwerk ook gaan behandelen. En we gaan hier dan dieper op in. Maar goed, hè? Als jij misschien denkt van, hey, die opleiding Pleiadisch Lichtwerk, misschien is dat wel wat voor mij. Ik zet hieronder in de beschrijving een link dat je zelf kunt kijken of het wat voor je is. En misschien zie ik je dan wel in persoon bij de opleiding. Goed, de techniek die we gaan gebruiken. We gaan werken met de hoeders van de regenboogvlammen. En dat zijn prachtige wezens die eigenlijk allemaal een vlam van de regenboogkleuren, ja, onder zich hebben, bij zich dragen. En elk van die kleuren heeft weer een eigen eigenschap. En een hele eigen energie, zeg maar. En, maar daar gaan we nu niet helemaal alles één op één behandelen. Want waar het om gaat is dat als je al die prachtige regenboogvlammen bij elkaar doet, dat het een hele krachtige reinigingstechniek is en een hele krachtige bescherming kan vormen. Daar gaan we mee experimenteren. En het is, ja, ik vind het zelf schitterend. Ik gebruik het, ja, bijna dagelijks om, ja,
even mezelf te reinigen of om een aura heen te plaatsen. Soms ook om een ruimte snel te reinigen. Daar gaan we het over hebben. Oké. Okay. Om te beginnen. We gaan, als je dus daarmee begint, kun je dus je ruimte laten reinigen. Dus dan roep je de hoeders van de regenboogvlammen aan en je vraagt aan hen om de ruimte te reinigen. En dat gebruik ik vooral in het voorbeeld waar ik het net over had, als ik dus een nachtmerrie heb gehad. En dan die energie die blijft hangen, ja, daar kan ik dan niet zo goed van slapen. En dan roep ik de hoeders van de regenboogvlammen aan en dan vraag ik hen om de ruimte, mijn slaapkamer in dat geval, om die ruimte te reinigen met hun regenboogvlammen. Wat je ook kan doen, hè, als je ergens, als in jouw ruimte, want als je ruimtes gaat reinigen, is het wel heel erg belangrijk om te kijken van, ja, kan ik, mag ik dit? Hè? Want je gaat niet zomaar bij een ander reiniging aanvragen voor de ruimte. Omdat misschien jij vindt die energie niet zo lekker, maar die ander misschien wel, is er helemaal blij mee met die energie. En dan ga jij ineens al die lekkere energie weghalen. Goed. Ja. In ieder geval, dus als het je eigen ruimte is of je hebt toestemming daarvoor, kan je dus ook daar gewoon de regenboogvlammen, de hoeders van de regenboogvlammen voor aanroepen en vragen om de ruimte te reinigen. Hè? Dus je woonkamer als er net een hele grote ruzie is geweest. Of soms, ja, ik doe het sowieso eigenlijk altijd wel in mijn huis. Regelmatig energetisch schoonmaken. En dan kan je dus ook gewoon met vragen aan de hoeders van de regenboogvlammen. Verder kun je dus ook, als je je ruimte hebt schoongemaakt, kun je dus ook je eigen energie snel laten reinigen. Dus ook van de energie van andere mensen die je misschien hebt opgenomen. Dus die laat je dan, doen we straks ook, vragen we aan de hoeders van de regenboogvlammen om je lichaam te vullen en om je aura te vullen en om dat gewoon een snelle reiniging te geven. En daarna vraag je ook aan de hoeders van de regenboogvlammen om ook je lichaam en je aura op te vullen. En uiteindelijk, waar het om begon, hoe kan ik mijn energie beschermen? Kun je dus ook aan de hoeders van de regenboogvlammen vragen om hun regenboogvlammen om jouw aura heen te plaatsen. Dus dan krijg je een prachtige regenboog, een regenboogenergie om je aura heen. En dat is een hele mooie, krachtige bescherming, waardoor je beter in jouw eigen energie kan blijven. Dus je lekt minder naar buiten en energie van anderen kan niet naar binnen. Dat gaan we doen. Oké. Zorg dat je lekker zit of ligt. En voel even hoe je voeten de grond raken. Of hoe je lichaam wordt gedragen door de stoel of door het matras. Hoe het ook voor jou is. En adem een keertje in. Adem in. En adem uit. En nog een keertje. Adem in. En nog één keer adem in. En adem uit.
En dan roep ik de Pleiadische afgezanten van het licht aan. En ik vraag hen bij ons te komen. En in een grote kring, grote cirkel om ons heen te komen staan. En een grote cirkel van bescherming en liefde te vormen. En ik vraag hen om vanuit hun harten een prachtige lichtstraal te laten schijnen. En al die licht en liefde stralen, die komen bij elkaar in het midden van onze cirkel. En het vormt een prachtige bal, bal van licht en liefde. En die groeit en groeit en groeit. Totdat we met z'n allen ons in een prachtige bal van licht en liefde bevinden. En ik vraag aan de Pleiadische afgezanten van het licht om alles wat wij loslaten straks in deze meditatie af te voeren. En te recyclen. En dan roep ik onze persoonlijke gidsen van licht en liefde aan. Of als je die al hebt, je persoonlijke sterrenteam. En ik vraag hen om bij ons te komen. En deze prachtige wezens vormen een cirkel om jou heen. En ons hoger zelf, wees welkom. En ik zet de intentie neer dat wij deze meditatie zullen gebruiken voor onze persoonlijke groei. En om de wereld een beetje beter te maken. En neem even de tijd om de energie van deze prachtige wezens om jou heen te voelen, te zien, te weten dat ze er zijn. En dan roep ik nu de hoeders van de regenboogvlammen aan. En ik vraag hen bij ons te komen in deze prachtige cirkel waarin wij ons bevinden. En voel de energie. Voel de aanwezigheid. Weet dat ze er zijn. En dan vraag je aan de hoeders van de regenboogvlammen om de ruimte, de fysieke ruimte waarin jij je bevindt, te reinigen, te vullen met hun licht, de licht en liefde van hun regenboogvlammen. Dus ik vraag aan de hoeders van de regenboogvlammen om de ruimte waarin ik mij bevind, de fysieke ruimte, te reinigen met hun regenboogvlammen. En voel. Voel het verschil.
En vraag dan ook aan de hoeders van de regenboogvlammen om de ruimte waarin jij je bevindt te vullen met hun regenboogvlammen. Dus ik vraag aan de hoeders van de regenboogvlammen om de ruimte waarin ik mij bevind te vullen met hun regenboogvlammen. En dan vragen we nu aan de hoeders van de regenboogvlammen om ons lichaam en ons aura te reinigen. Dus te vullen met hun regenboogvlammen en een reiniging te geven. Dus ik vraag aan de hoeders van de regenboogvlammen om mijn lichaam en mijn aura te vullen met hun vlammen. En mijn lichaam en mijn aura een reiniging te geven. En voel hoe de energieën jou reinigen. En adem, altijd ademen. En op je uitademing kan je extra loslaten. Voel hoe de regenboogvlammen jouw lichaam reinigen, jouw aura reinigen. Blijf ademen. Blijf loslaten. Blijf ontspannen. Voel, zie, weet hoe die prachtige regenboogkleuren door je heen spoelen. Door jouw lichaam heen spoelen. Door jouw aura heen spoelen. En reinigen wat er gereinigd kan worden. En dan vragen we nu aan de hoeders van de regenboogvlammen om ons lichaam en ons aura te vullen met hun regenboogvlammen. Om die op te vullen
En voel hoe je lichaam en je aura helemaal gevuld worden. Met prachtige regenboogkleuren. Regenboogvlammen. Voel het, weet het. En ze vragen me nu om even wat extra aandacht te besteden aan ons hart. Dus we vragen nog aan de hoeders van de regenboogvlammen om ons hart en ons hartchakra extra te reinigen met de regenboogvlammen. Terwijl je lichaam en je aura verder opgevuld wordt, wordt je hart nog extra gereinigd. Voel het, laat het toe. Adem naar je hart toe, naar je hartchakra. En laat ook los op je uitademing. En dan vragen we nu aan de hoeders van de regenboogvlammen om ons hart en ons hartchakra weer te vullen met hun prachtige regenboogvlammen. Dus nu wordt je hele lichaam, inclusief je hart en je hartchakra en je aura, helemaal extra opgevuld met prachtige regenboogvlammen. Blijf voelen, blijf ontvangen. Weet dat het gebeurt. En dan vragen we tot slot aan de hoeders van de regenboogvlammen om hun vlammen, hun regenboogvlammen, om onze aura heen te plaatsen. Als aura bescherming. En voel, zie, weet, ervaar hoe die prachtige regenboogvlammen om je aura worden geplaatst. Een prachtige aura bescherming vormen. Je aura grenskleuren. Je aura beschermingskleuren. Je aura beschermingsvlammen. Prachtige regenboog. Prachtige regenboogvlammen om jouw aura heen. Voel dat het gebeurt. Voel hoe jij beschermd bent door die prachtige regenboogvlammen. Dan bedanken we
deze prachtige wezens, de hoeders van de regenboogvlammen. En onze eigen gidsen van licht en liefde, ons eigen sterrenteam als je die hebt, en de Pleiadische afgezanten van het licht. Dank jullie wel. En ik vraag aan de Pleiadische afgezanten van het licht om die cirkel waarin wij ons bevinden, om die te verbreken. Zodat we ons allemaal weer in onze eigen energetische ruimte bevinden. Dank jullie wel. Deze oefening, deze techniek kun je zo vaak gebruiken als jij zelf wilt. Gebruik het om je ruimte te reinigen, om ja, je lichaam te reinigen, je aura te reinigen en je aura te beschermen. Heel veel plezier ermee. En ik hoor graag van jullie als je vragen hebt, als je opmerkingen hebt, wat je ervan vond, wat het effect is, hè, wat heeft het jou gebracht. Ga ermee aan de slag. Dit is, ja, ik vind het zelf een hele fijne energie om mee te werken. Oké, heel veel licht, liefde. Ik hou van jullie. En tot de volgende keer. Dag stralende ziel.